De ontwikkelingsstimulerende groep De Vlinder van Koninklijke Visio stimuleert slechtziende en blinde kinderen van 1,5 tot 5 jaar. Om zo hun wereld te vergroten en dichterbij te halen, zodat zij zich samen met veel plezier kunnen ontwikkelen. Voor slechtziende en blinde kinderen is het moeilijker om zich een beeld te vormen van hun omgeving. Daar is extra aandacht voor nodig. Juist hierin zit het bijzondere van en de uitdaging voor De Vlinder. De kinderen worden gestimuleerd meer besef te krijgen van hun omgeving en kunnen zich hierdoor binnen hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Samen met de opvoeders worden er in een revalidatieplan doelen opgesteld waar we spelenderwijs met het kind mee aan de slag gaan. We observeren de kinderen nauwlettend en stimuleren ze tot het maken van een volgende stapje, afgestemd op het kind. Zelfs als deze stapjes ogenschijnlijk klein zijn, worden ze gezien en gevierd. Op de groep werken ontwikkelingsbegeleiders, speciaal opgeleid voor het werken met jong visueel beperkte kinderen. We werken zowel individueel als groepsgericht. Binnen de groepsactiviteiten leren de kinderen van elkaar in onze kleinschalige, veilige en uitdagende omgeving. Er zijn therapieën mogelijk, zoals logopedie, muziektherapie en fysiotherapie, welke geïntegreerd worden in het dagprogramma. Er wordt nauw samengewerkt met de orthopedagoog en orthoptist. Een goede samenwerking en het contact met opvoeders, de kinderen en elkaar vinden we erg belangrijk. De ruimte van De Vlinder is zo ingericht dat slechtziende en blinde kinderen zo goed mogelijk tot ontdekking kunnen komen. Er is een speciaal ingerichte visuele ruimte aanwezig waar kinderen visueel gestimuleerd kunnen worden. Naast uitdagend aanbod in spel en ontwikkelingsmaterialen om de kinderen visueel te prikkelen, is er ook volop materiaal aanwezig om andere zintuigen zoals de tast en het gehoor te stimuleren. Er wordt gewerkt met thema's. En daarbinnen gaan we er graag samen op uit. Zoals een bezoek aan het bos, de bakker of de brandweer. We doen er alles aan om het kind de wereld actief te laten ontdekken en de conceptvorming te vergroten. De Vlinder, een veilige en uitdagende plek waar kinderen met een visuele beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de groep. Kom gerust langs voor een vrijblijvende oriëntatie.